Dan hebben we het over Nederland. En in, over Nederland wordt ook gesproken door het IMF. Ze hebben een rapport naar buiten gebracht. Ja, en wat bleek daaruit? Dat is het periodieke rapport. Nou ja, IMF heeft eigenlijk niks nieuws gezegd, maar wel alles weer op een rijtje gezet. En het staat er in Nederland niet zo geweldig voor. We kennen de verhalen ondertussen wel. De banken zijn er zwak voor. De huizenprijzen dalen. De pensioenen staan onder druk. Dus de vertrouwen van de Nederlanders in de economie staat onder druk. De economie groeit niet. Nou, dus het IMF zegt niks bijzonders, dat weten we allemaal al. Maar als je het verhaal leest, dan is de IMF ook niet heel positief over de toekomst. Met een beetje fantasie wordt er nog een plusje uitgetrokken volgend jaar. Maar het is allemaal moeizaam, risico's de onderkant en nou ja, vooruit dan maar. En dat is allemaal een beetje in tegenspraak met het verhaal van de Nederlandse houten methode. Van Paul, je kent het, binnenkort gaat het beter. Nou, als je meneer Deetering gelooft, gelooft de IMF, dan denk ik niet, denk ik dat het met het beter gaat, want we gaat meevallen. Nee, en binnenkort misschien helemaal niet als je kijkt naar de garanties die de Nederlandse overheid heeft afgeleverd. Want hoe zit het daar nou mee? Ook zo'n verhaal. Nou, de Nederlandse, we kennen natuurlijk de nationale hypotheekgarantie, maar de Europese steunfondsen. Dus de Nederlandse overheid heeft tamelijk veel garanties gestrekt. Die bedragen zijn enorm gestegen. En garanties, dat weten we allemaal, dat hoeft geen geld te kosten. Nee. Het is een garantie. Maar het kan tegenvallen. En we hebben de Nederlandse overheid heeft die dingen uitgedeeld als koekjes. Maar een of andere inzicht over, nou, hoe staan we ervoor? Hoe lopen de risico's? Moeten we binnenkort gaan betalen? Daar is allemaal geen sprake van. We krijgen deze week het rapport van de Rekenkamer. Want dat is de organisatie die er in Nederland echt het meest over rint, over die garanties. Dan gaan we eens kijken of die nog wat over durven zeggen. En of de politiek erop gaat reageren. En ook het hele verhaal over schulden en Nederland. Daar zie je buitenlandse media ook langzaam over berichten. Dat is nog een beetje klein. Nee, precies. Wij vinden onszelf natuurlijk het beste land ter wereld. Daar zijn we natuurlijk Nederlanders voor. Maar in een heleboel buitenlanders hebben het ook lang gevonden. Maar zo langzaam komen er wat krasjes op het glas en in de beton. Want je ziet in de internationale pers en in weblogs steeds meer verhalen komen over de Nederlandse economie. En schulden en huizenmarkt en mogelijke problemen. Dus tot nu toe is het allemaal nog een beetje onderuit. Maar ik denk dat het niet lang meer gaat duren voordat het echt in de belangstelling staat dat Nederland er qua schulden niet veel beter voor staat dan een heleboel andere landen. Ik dank je wel. Kees de Kort, BNR, economiecommentator.